Vannacht Tim Gullickson overleden. Onder de deelnemers een groot aantal internationale toprenners. U ziet een verslag met commentaar van Jean Nelissen. Na de grote voorjaarsklassiekers luiden vandaag de Ronde van Midden-Zeeland de meimaand in. 17 ploegen hadden 116 beroepsrenners en 7 elite amateurs naar de start in Goes gestuurd. Hier dat peloton door Zeeland. Het land van water en wind en dijken, vlakke wegen. En ook het land van belangrijke ploegleiders in Nederland. Zoals Kees Priem van TVM en van Jan Raas, de grote baas van de Rabobank ploeg. Allebei Zeeuwen. Hun renners rijden dus door hun achtertuin. Maar dit zijn de eerste vluchters. 40 kilometer afgelegd. Patrick Tolhoek, een Zeeuw. En Davy Dubbeldam, een Zeeuw van Corel Dorado, springen weg en gaan op avontuur. Het peloton laat hen voorlopig begaan. Hier is Tolhoek, een ex-beroepsrenner, en Davy Dubbeldam, zijn metgezel, maakt vandaag zijn profdebuut. Dan het peloton op de Zeedijk in Westkapelle. Liet toe dat de 2 minuten voorsprong nemen. Hier dus breedwaaierend over de weg het peloton in een matig tempo, want de wind staat opzij en op kop. En Davy Dubbeldam en zijn metgezel Patrick Tolhoek lopen uit tot 8 minuten en 35 seconden na 100 kilometer en na 72 kilometer vlucht. Dubbeldam, 24 jaar, uit Sluiskiel, heeft al mooie resultaten dit jaar geboekt bij de amateurs. Hij won onder andere de triptiek Desmonts et Château. En Tolhoek was 5e in de Vlaamse pijl in België. Dit is de doortocht in Zierikzee. Een pittoreske bruggetje en een mooie toren. En Adrie van der Poel neemt het peloton op sleeptouw. Want de Zeelandbrug nadert en daar staat de wind in de rug. En dat is slecht voor de 2 koplopers. Hier een eerste peloton dat zich heeft losgemaakt van het grote peloton. Daarin vinden we veel renners van TVM en ook van de Rabobank ploeg. Adrie van der Poel, dit is Jeroen Blijlevens, de winnaar van vorig jaar. Hier Johnny van den Akker van Forel Dorado. Dan zien we nationaal kampioen Servaas Klaven met Johnny den Braber. Vervolgens Edward Varenhout van de Zeeuwse selectie. Wieberen Veenstra, de stevige Fries. Dan Maarten den Bakker. Vervolgens zagen we ook Martin van Steen. Deze groep naderde en naderde onder een zwaar wolkendek hier op de Zeelandbrug. Deze 2 koplopers. Ze werkten goed samen, maar kijk, dit is frustrerend. Hier zien ze op de dijk daarboven hun eerste achtervolgers naderen. Ze zijn dan al uren en uren met elkaar onderweg. Ze zijn begroet door talrijke Zeeuwse supporters. Maar hun krachten zijn gesloopt. En langzaam, langzaam komen de achtervolgers naderbij. Hier zien we het punt van de hergroepering. 8 minuten en 35 seconden zijn al sneeuw voor de zon verdwenen. En onder aanvoering van Mario Koemer en Servaas Knaven worden de 2 koplopers ingelopen. En kan de koers opnieuw beginnen. We krijgen dan een uitval van de nationale kampioen Servaas Knaven, die tegenwoordig in België woont en die al een paar goede resultaten op zijn naam heeft geschreven in dit voorjaar, onder andere in de Classico Haribo. Servaas Knaven pakt 35 seconden, maar alleen tegen een ontketende jachtgroep, dat is heel, heel moeilijk. En die jachtgroep komt er, want 5 man maken zich achter de rug van Knaven los. Hier vooraan Capio en Nijdam en hierachter Johnny Thalen, Maarten den Bakker en Herman Frison. Die 5, Capio kijkt om, komen bij elkaar en maken jacht. Niet Jelle Nijdam en den Bakker, want die zijn ploegmaats van de ontsnapte Knaven, maar wel Frison en Capio vooral en John Thalen. Ja, Knaven doet wat hij kan, maar wordt dus op de plaatselijke omloop, hier zien we dat moment, ingelopen door de 5. We hebben 6 koplopers met nog pakweg 13 kilometer te rijden. En dan krijgen we de ultieme poging van Jelle Nijdam. Hij is 32 jaar, hij is bezig aan zijn 13e seizoen. Op 7 kilometer voor de streep schakelt hij de grote versnelling. De turbodijen doen het nog altijd. En Jelle Nijdam wint in Goes
deze Ronde van Midden-Zeeland. Het is zijn 103e overwinning in zijn carrière en de eerste in dit seizoen. Zijn voorjaar leek mislukt en dan ineens deze triomf. 29 seconden later sprint John Talen naar de tweede plaats voor Capio en Frison. Nijdam dus. Een moeilijk voorseizoen en dan komt de kentering ineens. Is super aan het worden. Ja, ik rijd al een jaar of 5-6 niet echt goed in het voorjaar. April ben ik nooit echt op mijn best. En ja, ik kom altijd een maand later op gang. Dat was vorig jaar zo. Ik voel nou ook weer dat ik redelijk weer goed ben in mei. En ja, dat zijn mijn maanden in april, ja. Dat is het laatste jaar zo gebleken, is toch niet echt mijn maand. Je had ijzertekort. Ja, ijzertekort. En elke keer na zware inspanning had ik koorts. En ja, dat liep totaal niet lekker. En ik moest te veel rust nemen om echt goed in mijn ritme te komen. Maar de laatste 2-3 weken ging het zo goed met trainen en mijn koersen. Dat het toch weer aankwam. En dan ineens rij je in Zeeland, vlakke wegen, je denkt er is geen wind en dan valt toch de hele koers uit elkaar. Ja, er stond toch redelijk veel wind, meer dan normaal wat hier staat. Normaal is die altijd windstil op deze dag. Ja, en nu stond er toch redelijk veel wind en als je de koers maar hard maakt, dan gaat het lastig worden. Wat is deze overwinning voor jou waard? Ik ben blij met deze overwinning en ik hoop hiermee een goede start te zetten. En elke overwinning telt natuurlijk. Wat is je optie dan voor de rest van het seizoen? Nou, ik probeer deze maand nog goed te rijden en dan hoop ik via de tijdrit aan de Olympische Spelen mee te gaan doen. Dat is mijn hoofddoel een beetje.